Als je traint met gewichten worden je spierballen groter. Hoe werkt dat precies? Deze en andere leuke vragen staan in het boek Waarom stinkt een stinkdier? Ik ben René Meulenbroek, ik ben fysiotherapeut in het UMCG en ik weet alles van spierballen. Dit is Usain Bolt, een sprinter uit Jamaica. Hij is de snelste man ter wereld op de 100 meter. En dit is Bauke Mollema, hij is een wielrenner uit Groningen. Kijk eens naar deze twee sporters. Zie je de verschillen? De ene is lang en mager en de ander is groot en ziet er sterk uit. Hoe kan dat? Hoe zit dat eigenlijk met spieren? Zo ziet je lichaam er van binnen uit. Dit is een model van een schouder met hier je bovenarmspier. Er zijn twee soorten spieren in je lichaam. De rode spieren zijn de langzame spieren. Ze zijn niet zo sterk, maar wat ze doen, kunnen ze wel heel lang volhouden. Dat is handig als je bijvoorbeeld lang in de rij moet staan, of lang op een stoel wil zitten, of als je de Tour de France wil fietsen. Langzame spieren worden niet groter als je ze traint, maar wel sterker. En daarom zijn wielrenners zo dun. Witte spieren zijn snelle spieren. Ze zijn heel sterk, maar ook snel moe. Dat is handig als je bijvoorbeeld een sprintje wilt trekken of een zware boodschappentas wilt tillen. Als je met zware gewichten traint, maak je kleine scheurtjes in je snelle spieren. Je lichaam gaat die scheurtjes repareren en maakt je spieren gelijk wat groter en sterker. En daarom krijg je spierballen.